Dag Guus. Dag Guus. Ja, Guus heeft wel wat lekkers gehad. Hier staat alle limonade weer. Die onderste Fanta dingen, die waren nog nieuw. Het is weer tijd voor de boodschappen. Ze zijn net gebracht, dus we moeten er nog een beetje uitpakken. Deze krat is leeg. Dan geven we ook kratten terug, hè? Zegt de jongen, heb je ook tasjes terug? Tasjes terug? Je krijgt dan bij de Jumbo van dit soort tasjes. Daar zit 5 cent statiegeld op. Dus ik zeg, nee, gebruik ik altijd als vuilniszak. Het zijn hele fijne vuilniszakken. Oké. Ik heb om te snijden in het weekend kaasstengels met oude kaas besteld. Ik weet niet wat het is. En pizza. Dit is een zak met uien en paprika. Nee, alleen paprika. Kipkebab voor Dennis en Wessel, die vinden dat lekker. Ik heb hier allemaal van die proteïnebrekers. Want die vindt Wessel lekker. Nou, in verschillende smaken. En dan hebben we de cappuccino's en de macchiato en hazelnoot macchiato. En daaronder nog een karamel macchiato. Mijn dikke buik zet weer de magnetron aan. Hier 2 puddingjes voor Wessel. En wat yoghurtjes met extra proteïne. En de pancakes zonder proteïne. Wessel is heel erg van sporten en zo, dus die wil dat hebben. Voor Dennis heb ik Alpro met kersen. Voor Wessel kwark Alpro. En ik heb daar Alpro yoghurt. Wat ik voor de gein een keer had gekocht is cookie dough. American cookie dough. Dat eten de mannen gewoon rauw. Tortilla chipjes, 3 zakken. En 3 zakken verschillende aardappels. En dit doosje met gekookte eieren. Ik heb geen idee of ik dat lekker vind. En anders eet Guus het op. Ik heb ook nog een klein zakje paprika. Ik kan best wel snijden. Tortilla's en eieren. Daar kan ik egg bites voor Wessel maken. Ik heb wat van die Super Max croissantjes met chocola. Wat is het verschil dan? Ik heb geen idee. Hier heb ik gewoon eieren, zeg maar, voor ons om te eten. Ik heb deze Belvita met choco hazelnoot smaak en met chocola. Die zijn soft bake en ik eet altijd die van de Lidl. Dus ik dacht, nou, misschien voor de smaakverandering een keer die. Heleboel tomaatjes. Gaan we de TikTok pasta maken. En Wessel snijdt het altijd. Stroopwafels. Dit kreeg ik gratis. Beyond Mince. Plant-based mince. Nou, ik gooi het in de vriezer. Gaat wel op. We kregen ook een blikje met non-alcoholische... Geen idee wat het is. IPA, zou het bier zijn. En een blikje cola. Die drink ik wel op, die cola. Dat komt wel goed. Dan hebben we wat vlees. Soepballetjes. Filet à la minuut. Kippensausijsjes. Runder gehakt. En daaronder runder gehakt. En hier runder gehakt. Chipolata worstjes. Zigeuner gehaktsnitzels. En kaasnitzels. Dan heb ik kalkoenspek. Een chorizo worstje, maar dit is wel een hele kleine. Nou, oké. Bacon, ontbijtspek, gerookt spek, bacon noem ik het gewoon. En gewoon kipfilet. Koelbest met suderans en met aardbeien voor Wessel. Deze heb ik wel besteld. Deze vind ik heel lekker. Deze vinden Dennis en Wessel heel lekker. En een Red Bull voor Wessel. Dan heb ik hier van allerlei kaas. Oud, extra belegen, extra oud. Old Amsterdam vindt Wessel lekker. Tex-Mex geraspte kaas blend. Dat vinden we ook het lekkerste. Hier wat roomkaas om mee te koken. En hiervoor op een boterham. Dit is die goedkope gewoon, hoe heet dat? Garland. Dan heb ik nog wat van die blikjes Royal Club tonic met grapefruit. Vinden Dennis en Wessel lekker. Croissantjes. Spul om de vaatwassen schoon te maken. En ik heb wat
snoepjes, gezonde snoepjes gekocht. Ja, ik weet niet. En sea salt crackers, die vind ik heel lekker. Dit is ananas, vindt Dennis heel lekker. Exotic. Ja, dat is met appel en zo. Vindt Dennis, vindt Wessel denk ik wel lekker. Hier heb ik 4 flesjes ranch dressing. Honing, mosterdsaus, curry, ketchup en mayonaise. En daar een andersom. Zero sugar added. Wat is dit? Barbecue saus. Ik heb nog 1 opschuimlatte. Ik heb hier een worst van Guus. En zo'n eetstick. Die heeft hij al op. En voor de katten. Appelmoes. Geblikt fruit. Satésaus. Van de Remia ook. Niet meer van de Wijco. Want in de Wijco satésaus zit lactose. Daar kan Dennis niet tegen. Blijkt. Jeetje, hoe heet dat? Agurk, party sticks, zoet zuur, nou het zal wel thee en dan de Alpro. Ik had geen koffiemelk, want dat halen we bij de Lidl. Het is niet zoveel, maar ik heb nog over van vorige maand. Dus we proberen ook een beetje de voorraad op te maken, zeg maar. Nou, ik ga opruimen. Tot de volgende keer. Doei!